vandaag wolkenvelden, maar het blijft droog. De wind is matig en komt uit het noordoosten. Het wordt een graad of 4. Dag, dit is het TV West Nieuws van donderdag 4 april. En mijn naam is Renate Sonneveld. De directie van de Sint-Jozefschool in Noodorp wijt de onrust die op de school is ontstaan over pesten aan de media-aandacht. Dat valt op te maken uit een persverklaring. Ouders van leerlingen van de Sint-Jozef Basisschool in Noodorp hebben aangifte gedaan tegen kinderen van 9 en 10 jaar die stelselmatig zouden pesten. Volgens de ouders doet de school te weinig om het pesten tegen te gaan. De directie van de Jozefschool wil inhoudelijk niet op de zaak ingaan, maar laat in het persbericht weten pesten zeer serieus te nemen en dat er op school een pestprotocol is. De media-aandacht zou voor onrust hebben gezorgd, stelt de directie. Ouders laten Omroep West weten vooral ongerust te zijn omdat ze van school niets horen over de kwestie. Opereren in het Haagse Haga ziekenhuis is onverantwoord. Dit staat in een conceptrapport van onderzoeksinstituut TNO dat in handen is van het AD. Uit dit rapport blijkt dat de operatieafdeling van het ziekenhuis dusdanig is verouderd dat doorgaan alleen verantwoord is als er acuut wordt ingegrepen. Onderzoekers van TNO zagen onder meer dat personeelsleden het mondkapje waarmee ze op de gang lopen niet vervangen voor een nieuw kapje als ze een van de operatiekamers weer betreden. ING kampte gisteren met een storing. Daardoor kregen veel klanten van de bank een te laag saldo te zien. Volgens een woordvoerder van ING konden mensen bij pinbetaling in winkels geconfronteerd worden met te weinig saldo. En ook was het dan niet meer mogelijk om geld uit de muur te halen. Rond 10 uur 's avonds was de storing opgelost. Ja, je kreeg je afschriften, waren niet duidelijk. Je kon de hele middag niet inloggen. En als de transacties waren niet duidelijk, dus je bijschrijvingen en afschrijvingen waren niet zichtbaar op internet markeren. Dat is best wel toestand inderdaad. Burgemeester Charlie Abtroot van Zoetermeer vindt radicalisering onaanvaardbaar. Dat zegt de burgemeester in reactie op berichten dat Zoetermeerse jongeren in de Al-Qibla-moskee zouden worden geronseld voor de oorlog in Syrië. De burgemeester maakt zich zorgen over de gevaren die ze daar lopen en is ongerust over de problemen die bij terugkeer kunnen ontstaan. Radicalisering en het ronselen van mensen voor strijd elders vindt hij onacceptabel. Abtroot heeft over deze ontwikkelingen contact met onder andere het bestuur van de Al-Qibla-moskee. De gemeente helpt waar mogelijk. Over de precieze inhoud van de hulp kan en wil de burgemeester niet zeggen. Onrust rond 5 basisscholen in Leiderdorp. Het protestants-christelijk schoolbestuur verkeert in grote financiële nood. Verslaggever Martine Boerkamp is op dit moment bij basisschool Kastanjelaan in Leiderdorp dus. Martine, hoe groot zijn die problemen precies? Nou Renate, die problemen zijn best groot. Uit cijfers van de onderwijsinspectie, opgevraagd door de Algemene Onderwijsbond, 5 scholen gezamenlijk 1 miljoen euro moeten bezuinigen. Daarover is inmiddels onderhandeld met de vakbonden. Er is een sociaal plan waarin 17 voltijdsbanen verdwijnen zonder gedwongen ontslagen. Nou, er is veel onrust onder ouders. Daarom hebben de scholen gisteren deze brief naar de ouders gestuurd. Vooral om ze gerust te stellen, want de precieze cijfers worden er niet in genoemd. Daarin staat onder meer dat van een dreigend faillissement geen sprake is. En dat ook er niet hele grote klassen zullen ontstaan doordat er personeel weg moet. Nou, de scholen en de schoolvereniging, het overkoepelend bestuur wil ons niet te woord staan, maar de politiek gelukkig wel. Daarom de vraag, wat is nou de oorzaak van al die problemen? Door een al jarenlang teruglopend leerlingenaantal en een gelijkblijvend aantal leraren. En daar zit een discrepantie in, want er wordt gesubsidieerd, een school, op basis van het aantal leerlingen. En daar hoort natuurlijk een vastgesteld aantal leraren bij. En als dat niet met elkaar in evenwicht is, dan geef je meer geld uit dan er binnenkomt. Maar dit is dus al een probleem wat jaren zich voortgesleept heeft, wat ze hebben kunnen zien aankomen, dat schoolbestuur heeft zitten slapen. Nou, die conclusie zou je kunnen trekken. Ik weet niet wat ze daadwerkelijk gedaan hebben, ze hebben het niet gedaan hebben. Waar ze voor zijn, een schoolbestuur op een verantwoorde manier. Die zorgt voor continuïteit en een financiële goede huishouding. De scholen willen ons dus niet te woord staan. Die zijn druk in overleg met onder meer het ministerie, met de gemeente om tot de oplossing te komen, ook voor de toekomst. Aarlanderveen loopt leeg. Volgens de belangenvereniging van het dorp zijn er te weinig woningen voor jongeren en senioren. En daarom heeft de vereniging een petitie opgesteld om de gemeente onder druk te zetten. Nou, zoals dit. Dit vind ik mooi. Zoals het kroegje zo. En, nou, het is al een kleine kerkje erbij. En, ja, het is gewoon een mooi dorp. En ik woon hier al mijn hele leven. Dus ja, dan wil je gewoon blijven. Woningen zijn er wel in Aarlanderveen, maar te duur voor een starter. En voor ouderen zijn er geen aangepaste woningen.
Het gevolg is een leegloop. En er wonen in deze regio honderden oud-Alemdeveners die eigenlijk in hun hart het liefst hier hadden blijven wonen. Dus het is al een oud probleem. Alleen waarom is het nu acuut? Omdat je nu ziet dat de leefbaarheid van het dorp naar de toekomst toe onder druk komt te staan. De meeste 65-plussers zijn inmiddels vertrokken. En ook in de leeftijd van 20 tot 40 jaar zijn er nauwelijks inwoners. Volgens de Belangenvereniging is er niet veel voor nodig om de gaten in de leeftijdsopbouw te dichten. De gemeente, zet nou je handtekening niet onder allerlei mits en maren en begin niet met allerlei excuses vooraf. Maar zet gewoon je handtekening. Wij gaan voor 5 woningen per jaar in het dorpje, zolang als noodzakelijk is om hier een gezonde leeftijdsopbouw in het dorp te realiseren. Over 6 weken wordt de petitie aan de gemeente Aarlanderveen aangeboden. Wie een potje wil tennissen op een gravelbaan komt bedrogen uit. Doordat het nog steeds vriest gaan de eerste competitiewedstrijden van het buitenseizoen niet door. De boodschap is kraakhelder bij tennisvereniging Roomburg in Leiden. De lange winter eist zijn tol met alle gevolgen van dien. Ja, ik baal er enorm van. Ik baal ervan dat we afgelopen maandag niet hebben kunnen spelen. Niet hebben kunnen starten met een gezelligheidstoernooi waar 70 man voor had ingeschreven. Deze week alle trainingen gecanceld en dit weekend ook alle wedstrijden. Dus het is een slechte start van het seizoen. Het is voor de Leidse tennisvereniging een unieke situatie, zo zegt de voorzitter. Dus voor het eerst in 23 jaar dat we dit meemaken. Zoals je kunt zien is gravel een product dat is gemaakt van gemalen baksteen. En de combinatie gemalen baksteen en vorst is geen gelukkig huwelijk. Op het moment dat het nog vriest is die keihard, maar zo gauw het gaat ontdooien, blijft het water in de bovenlaag zitten. Dan kan je geen gebruik maken van de gravelbanen. En dus kan je ook je werk niet doen om de banen klaar te maken. Als er zo vroeg in het seizoen toch getennist zou worden, heeft dat verstrekkende gevolgen. Dan heb je er de rest van het seizoen niks meer aan. Dus dat willen we zelf ook niet. Maar het liefst zouden we natuurlijk wel tennis. En dan de kranten van vandaag. Volgens de Telegraaf is het binnenkort gedaan met het blowen in de tuinen achter Paleis Noordeinde in Den Haag. Burgemeester Van Aartsen steekt er een stokje voor en laat politieagenten extra surveilleren. En dat schijnt geen overbodige luxe te zijn, want zodra de zon zich laat zien, verandert de paleistuin in een waar wietwalhalla, aldus de krant. En dan het AD, die brengt een bericht over de vegetarische slager in Den Haag. Die presenteerde gisteren in Parijs een hamburger, vegetarisch, die niet van echt te onderscheiden is. Mensen die de burger proefden waren ervan overtuigd dat ze hun tanden in een echte hamburger zetten. En tot zover het nieuws van donderdag 4 april. Meer nieuws kunt u vinden op onze website omroepwest.nl en natuurlijk op Radio West 89.3. Ik wens u nog een aangename dag. Dag!